In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom bij een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. De vers van vandaag komt uit Spreuken, hoofdstuk 3, vers 7. Het boek Spreuken, hoofdstuk 3, vers 7. Spreuken is een boek in het Oude Testament en valt onder de poëtische boeken. Het is geschreven door Salomo de profeet. Salomo is een hele interessante figuur uit het Oude Testament en uit de Bijbel eigenlijk ook, want hij heeft heel veel meegemaakt. En wat hem zo bijzonder maakte, een van de dingen, was dat hij aan het begin van zijn leven, toen hij God kon vragen om alles wat hij zou willen, dat hij toen vroeg om wijsheid. God was daar heel blij mee. God was heel blij met het antwoord van Salomo, dat hij vroeg om die wijsheid en gaf hem daarbij van alles. Hij gaf hem rijkdom, hij gaf hem macht, hij gaf hem alles wat zijn hartje zou kunnen begeren überhaupt. Die wijsheid heeft Salomo heel veel vooruit geholpen. En in het begin van zijn leven maakte hem dat een uniek persoon. In de vers van vandaag staat: wees niet wijs in je eigen ogen, vrees de Heere en keer je af van het kwade. Er staan eigenlijk drie dingen in en ik wil die drie dingen vandaag met jullie bespreken. Het eerste is, wat Salomo ons zegt, is: wees niet wijs in je eigen ogen. Wat betekent dat nou eigenlijk? Salomo was een wijs man. Maar hij heeft ook de nodige fouten gemaakt. En aan het eind van zijn leven, toen hij dit boek schreef, heeft hij ons eigenlijk willen leren van de struikelblokken die hij heeft gezien. Het eerste wat hij zegt is dus: wees niet wijs in je eigen ogen. Maar Salomo was toch heel wijs? Was hij ook. Alleen het probleem werd toen hij eigenwijs werd. En toen hij een beetje koppig werd. En toen hij eigenlijk door alles wat hij had gekregen van God, God niet meer zo goed kon zien en zijn wil niet meer zo goed in zijn leven kon meemaken. Dus hij werd een beetje koppig en eigenwijs. Dat is iets wat heel veel mensen van ons wel herkennen, als je diep naar binnen kijkt en een beetje eerlijk bent met jezelf. Vaak willen we niet leren van onze fouten. Vaak maken we een fout en dan zijn we eigenwijs en koppig, want het is eigenlijk veel moeilijker om toe te geven dat je een fout hebt gemaakt dan om te willen verbeteren. Dat doet veel meer pijn als ik toegeef dat ik eigenlijk verkeerde dingen heb gedaan. Dus dat is het eerste. Het eerste wat Salomo zegt is: wees niet zo koppig, durf naar jezelf te kijken en durf dat te verbeteren. Wees niet wijs in je eigen ogen. Tweede wat Salomo zegt is: vrees de Heere. Het woord vrezen, dat linken wij heel vaak aan bang zijn. Maar dat is niet zo. Vrezen is ook respect hebben. Vrezen is zoveel van iemand houden dat je eigenlijk een klein beetje bang bent om diegene pijn te doen of om iemand iets aan te doen wat je hem niet gunt of niet zou willen aan te doen. Dus eigenlijk zegt Salomo hier tegen ons: wees niet bang voor God, maar hou zoveel van God dat je hem geen pijn zou willen doen. Dus dat is eigenlijk het tweede. En het derde is: keer je af van het kwade. Hou dat vol, eigenlijk. Zij zegt: wees niet eigenwijs, keer terug van de fouten die je hebt gemaakt. Het is oké, God wacht op jou. Het tweede is: vrees de Heere, hou van God, laat God dingen in jou veranderen, laat God toe om dingen beter te maken in je leven. En het derde is: keer je af van het kwade, hou dat vol. Dus het is niet erg om een fout te maken, maar het is erg om de fout te blijven maken en te blijven herhalen en er koppig te zijn, te koppig te zijn om God om hulp te vragen om daarin te willen veranderen. Dus dat zijn eigenlijk de drie dingen die Salomo ons zegt in deze vers. Vers 7 uit het derde hoofdstuk van Spreuken. Wees niet wijs in je eigen ogen, vrees de Heere en keer je af van het kwade. En het mooie aan Salomo is, wat we hiervan leren, is dat Salomo begon als iemand met alle wijsheid en altijd Gods wil in zijn leven. En een paar keer is gestruikeld in zijn leven, maar ons daarvan heeft willen leren, ons daarvan heeft willen laten leren. Hij heeft dat opgeschreven in dat boek Spreuken en hij heeft dat ons mee willen geven om daar zelf beter van te worden. Dus vraag om de wijsheid, het is oké om de fout in te gaan, wees niet koppig daarin en hou vol door de liefde voor God die je hebt. Dus dat zijn een paar dingen die wij mee hebben gekregen van Salomo, een paar tips, een paar levenstips, een paar levenslessen waar we iets mee kunnen. Tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Het Woord van het Leven.